Goed dan, Niels. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag vlog 50. Ja! 4 to 6 days later. Oké, we zijn dus bijna een week later. Ik heb vlog 50 nog niet te goed verder gezet eigenlijk. En het is vandaag dinsdag 15 juni 6 na 5. En vandaag hebben we bijna een hele dag zonder wifi gezeten. En ja, eigenlijk die wifi van Telenet. We dachten dat er een storing was. Er was geen storing. Dus ja. En jullie hebben wel gezien aan de vorige video, aan de OHL Tenue Unboxing, die op 2 juli online is gekomen, had ik mijn edit style heb aangepast. Hoe komt dat? Ik heb een edit style aangepast voor de video en ja, nu heb ik ook edit code, ook hier in deze video edit ik dat ook waarschijnlijk voor dit stukje edit dat. En ja, we zitten in vlog 50 en ja, ik heb beloofd dat dit een spectaculaire vlog wordt, maar het gaat niet gebeuren. Morgen moet ik gaan werken en ja, ik ga nu rustig mijn avondje verder zetten, nog een paar video's bekijken, misschien nog van Brent waar ik onlangs contact mee heb gehad, bereiken dus. En ja, ik ga sowieso nog een paar video's bekijken en dan, ik weet het niet eigenlijk, dus morgen ja, wordt sowieso deze video beëindigd, omdat ja, deze video kan niet blijven doorgaan, dus ik zie jullie guys zo dadelijk terug weer met een nieuw stukje en ja. En ja, eigenlijk ben ik nog één ding vergeten te zeggen, ja, ik ben nog één ding willen te zeggen. In mijn nieuw huisje, allee, in het nieuwe huis waar we gaan wonen. Eind volgende maand gaan we daar verhuizen, ja. Voor jullie, allee, voor mij is dat nu 12 juni. Dat we nu hierin zitten. Maar normaal gezien, eind juli zitten we erin. Dus als jullie deze video kijken, eind deze maand in de video. En ja, normaal gezien zitten we er dan in. We hebben nu plafond bijgestoken en ja, het schiet echt wel op. Ik kan sowieso in een volgende vlog de foto erin editen en ja, dus het schiet echt wel op en ja, er zijn heel veel dingen al gebeurd en hopelijk zit er binnenkort in en ja, komt sowieso, er komt misschien een verhuisvlog, ik weet het niet, maar er komt sowieso betere kwaliteit van video's, want ik ga een camera kopen, een Panasonic of zoiets, of nee, een camera dat Garcia heeft aangeraden. En ja, zie jullie guys straks terug in het stukje, alleen voor jullie zoiets. Ik heb dus de camera gevonden, het is een Panasonic Lumix DC-TZ90. Dus die camera heeft Garcia mij aangeraden, de Panasonic Lumix DC TZ90 bedoel ik. Ja. Sorry, het is een beetje avond en ik begin moe te worden. En ja. Maar ja, deze video is toch al eventjes bezig. En ja, morgen vroeg opstaan, want ik moet naar Leuven. Hier vanuit Hoeven moet ik naar Leuven. En ja. Het wordt eventjes wennen, terug zo vroeg opstaan en ja. Ik hou jullie up-to-date vandaag, misschien net voor ik ga slapen heb nog iets filmen, maar ja, tot ze weet. Momenteel is het avond, het is bijna 8:30, ik ga mijn bed in, want ik moet morgen vroeg om 5:30 opstaan en ja. Next morning, 82 kilometers later. En nu. Goeiemorgen! Het is dus vandaag woensdag, het is 7:40 of 7:41, ik ben op mijn werk.
En ja, vandaag ga ik niet veel meer vloggen, want de vlog moet ten einde zijn, ze weet strak en moet nog editen, dus ja. One shift later. Nu is het dus 2:30 en eindelijk heb ik gedaan met werken en ja, eindelijk gedaan met werken. Zodat ik naar mijn oma ga in Leuven beginnen editen en ja. Jullie zien ik in mijn mond moet knopen, want ik moet even op het werk en ja. Ik zit hier nu op de wc en ik ga even naar de wc. En nu ben ik dus in Leuven en ik ga deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mijn naam is Altijd Dylan en tot de volgende maar weer. Joe.